allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en hoe laat is het nu, Shin? Het is 9:45. Tien. Het is nu 9:45 en ik ben met Cindy. En, oh my god, het is zo warm. Ja. Ik lag net, lag ik nog lekker te slapen. Kom mijn zusje binnen. Ja, Cindy staat voor de deur. Moest ik me heel snel haasten. Dus ik heb letterlijk maar mijn chill outfit aangetrokken. Ik ben hier wel te vroeg in plaats van te laat. Ja, dat is waar. Dus dat is wel een keer chill. En het is lekker weer. En volgens mij lijk ik heel dood op de camera. Oh my god. Oeh. Ja, ik kan mezelf niet zien natuurlijk. Oké. Okay. Ik wilde dus gisteren de vlog editen. En wat gebeurt er? Mijn muis doet het weer eens niet. Dus die moet ik vanavond weer even fixen. En dan kan ik, want gisteren kon ik dus ook niet editen. Maar ja, je bent niet goed. 20 euro uitgeven voor een muis. Terwijl mijn stiefvader er gratis heen heeft. Gratis. Gratis en voor niks. Kijk, we lopen, zijn niet aan het lopen hier. Het is super warm. Ik heb echt spijt van Jane. Ja, zij heeft een lange broek aan. Ze appte me gisteren nog. Zal ik een korte broek aandoen, lange broek of rok? En ik, doe wat je niet later kunt. Dus we moeten nu langs allemaal bouwvakkers lopen. En die zitten me nu al heel raar aan te kijken terwijl ik mezelf aan het filmen ben. Maar goed. Heb jij nog wat te zeggen, Sin? Nee. Oké, dan zie ik jullie zo weer. Oké, we liggen in de Albert op een bed. Kijk, het ziet heel raar uit. Ik lig gewoon samen met Jamie in een bed. Hoe vind je dat? Wie wil dat nou niet? Dus. Oké, we gaan verder, we gaan eten en dan zie ik jullie zo weer. Okay, we zijn dus nu aan het ontbijten. Cindy heeft een frikandaalbroodje. Ja. En ik heb yogi. En ik heb ook dit, een croissantje. En dit gaan we lekker opeten. En dan gaan we naar de Primark. Yes! Daar zijn we in Zoetermeer. En ik moet even kijken of ik nog wat leuks kan vinden bij de Primark, maar het komt vast goed. Dus ik zie jullie zo weer, ik ga lekker eten en tot zo dan. We zijn in de Primark en we gaan de kleding passen. Super chill. En ik heb dit shirt aan. Gewoon, zou je dat zien? Ik heb dit shirt aan met hier een P of zo. Maar ik weet niet wat ik ervan moet vinden, want ik vind het niet echt bepaald leuk of zo. Dus kijk, hier zie je het beter. Super chill. En dus dat, en ik zie me in de camera, hier in de spiegel, zie ik me vloggen. Ik neem hem niet, je ziet gewoon letterlijk everything. Dus dit eigenlijk, nee, niet mijn soort stijl. Dit shirt is wel super leuk, maar nee, ik neem hem niet, want er staat ook wel. Hij maakt me nog dikker dan ik nu al ben, maar voor is hij wel heel schattig. Maar je ziet dit, kijk. Nee, neem niet. Ik zie jullie zo weer. Dit was het enige item wat ik heb. En dus tot zo. 2:50. En we zitten lekker te lunchen bij Napoleon in Zoetermeer. Ik ben nog steeds met Cindy. En Cindy heet... Ja, en ik heb lekker een colaatje. En we hebben pizza besteld. Tosti besteld. Bijna. Bijna. Een tosti besteld met ham en kaas. En kijk hoe het eruit ziet. Het is echt mooi. Een soort van clubachtig effect. Met echt die kroonluchters. En een hele mooie bank. En ik liep net in de Primark met Cindy. En wat gebeurde er? Cindy was kleding aan het passen. En ik was met mijn moeder aan het bellen en er komen twee meisjes komen binnen. En die beginnen ineens te zeggen, wat zei ze zo? Zag jij dit? Oh my god! Ik zag Jamie! Hij keek me aan! Dus als je nu weet over wie ik het heb, dan alsjeblieft een comment achter, want we hebben ons doodgelachen. Dus laat even een comment achter wie je was. Of laat even weten via Twitter of zo. En je had naar me toe moeten komen voor een foto. Je had gewoon gerust aan mij kunnen vragen. Ik pijp niet. Oké, soms. Alleen in mijn eten. Nee, ik pijp alleen in mijn eten.
Nee, jij moet gelijk weer doordenken, man. Nou, nee, ik verstond dat anders. Oh. Nou, dus ik zie lekker, tosti hamkaas. En jij hebt ook een tosti hamkaas. Dus we gaan lekker eten. Kijk, we zitten bij een spiegel. Hoe leuk is dit? Cindy heeft wat gevonden, hoor. Een reuze... een reuze knijper. Ze hebben echt leuke dingetjes bij Xenos. Echt dit soort dingetjes. En echt van die leuke kaartjes. Hey, magneetjes! Oh my god, maar dit wil ik later weer naar huis. Deze zijn echt fucking vet. Deze grote dingen. Hele grote dingen. Ik hou van Xenos, ik zweer het. Smileys. Punaises. Ze hebben echt super leuke dingen. Dus ga ik. Oh, kijk dit. Oh, dat is goed. Love you. Oh, thank you. Kijk, dit is leuk. Wat is dat? Oh, wacht, dan kun je voor je gezicht houden. Ja, echt super. Hier, wil je schilder worden? Nee, denk je. Kijk, en hier hebben ze ook allemaal posters van 5 Seconds of Summer. Auw, Justin Bieber, Violetta. En I have no idea wie dat allemaal zijn. Dus ik ga weer even kijken, verder kijken hier. En dan zie ik jullie zo weer. Ik heb het Kijk er maar. Die is trouwens gekocht, maar de shopblog daarvan staat zeker al online als jullie deze vlog zien. Abraham, ik ben 50 jaar oud en ik woon in een verzorgingstehuis in Bennebroek. En nou zijn we in de kruidvat, in de plot. Dus we staan hier nu bij de Assas en 50% korting. Kijk, en Sarah is ook weer bij. Yay! Oké, en ik ben er ook. Dus we gaan weer verder. We gaan nog even wat eten. We hebben trouwens net foto's afgedrukt bij de HEMA. En die laten we zo meteen ook zien. Maar ook in de shop nog. Ik ben de zaal. Dus die staat al online als jullie deze zien. En dus tot zo. Bagels en beans. Ik ben al steeds met Cindy. En we hebben net foto's laten afdrukken. Wat was er net gebeurd met jouw foto's? Sinds wat was er net... Hier. Huh? Oh, wel. Dat is wel sorry. Maar wat was er net met jouw foto's gebeurd? Ze waren mislukt. Ik zag er echt mislukt. Nee, echt wel een topservice bij de HEMA hoor. Let op mijn tas. Ja, ja, ja. Ik let op je tas. En we laten Sam wel zien in de shoplog. Lekker, een ijskoffie. En Cindy heeft een ijstee. En we zitten zeg maar bij de bagel. Ja, dat gaan we lekker op. En dan gaan we naar mijn huis en dan gaan we de shop nog opnemen. Dus dat wordt leuk. Dus... Nee, we gaan nog eten. Oh ja, we gaan eerst eten en daarna gaan we de shop nog opnemen. Anders flikker ik op. Deze is tot zo. Vind ik niet aan. Wat vinden jullie ervan? Op zich is het wel leuk. Wacht, hier zie je hem beter. Deze is wel leuk. Deze top en er staat struggle. Struggle is real. En Cindy is er ook nog. Cindy is er ook nog. Kijk, dit is de outfit van vandaag. Dit is toch wel leuk, voor het weekendje daar al wat we binnenkort gaan doen. Oké, ik ga me omkleden en dan gaan we lekker eten bij het restaurantje waar we eerst hebben geluncht. Top idee. Doei! In de Primark en we zijn nog een beetje aan het shoppen, want we moeten een half uur gaan wachten op onze bus. En dus kunnen we beter nog maar even shoppen. Oh my god. Kijk, allemaal frozen dingetjes en zo. Oké, okay, schattige kleertjes. Wat? Niet schattig. Dus, waarom is Cindy mij, man? Ja. Cindy, hoe leuk vond je net vandaag in de stad? Heel leuk. Kijk, ik was afgeleid door daar de home afdeling. En ik ga nog even verder vloggen in de Primark. Kijk, dit was wat we aan hadden vandaag. Hebben aan. Outfit of the day. Echt heel lelijk. Maar goed, we gaan nu verder en we gaan nog even rondlopen. En dan zie ik het was een geslaagde dag in Zoetermeer. We zijn onderweg naar huis en we gaan zo meteen de shoplog opnemen. Cindy heeft superveel gekocht. Ik heb maar 3 dingetjes gekocht, maar dat laat ik ook allemaal zien in de shoplog. We lopen zeg maar hier de straat in. En waar ze aan het bouwen zijn en waar het fucking kut is. En waardoor ik niet naar je huis kom. En waardoor ik hem op moest rijden. Cindy is weer lekker aan het klagen. Ik ben echt moe. Ik heb lekker gegeten bij de McDonald's. Maar dat was ik vergeten te vloggen trouwens, bij de Mac. Maar ach, boeien. Maakt ook niet uit.
Kan het uitkomen? Nee. Nee. Maar het was wel een super leuke dag. We gaan zo meteen een video opnemen. Shoplog, bereid je maar voor 20 minuten shopping. En vooral niet van mij, maar van dit kind hier. Kijk, die heeft twee hele volle tassen. Met super veel kleding erin. En een ring en whatever. Dus dat gaan we zo even opnemen. Ja, ik ben getrouwd met mezelf. Ja. Ik ben ook getrouwd met mezelf. Ik heb geen ring zes om. Zes keer. Mijn andere hand ook. Ja, mijn andere hand. Dus ja, we gaan dus even verder lopen. En dan zien we jullie zo weer. We zijn dus thuis. En we gaan dus nu op de gang de shoplog opnemen op de plek waar ik het altijd opneem meestal vanaf nu. Gaan we de shoplog opnemen. De tassen staan al klaar in de gang. En let's go. Ik ga eerst even heel mijn... Ik ga eerst even mijn camera even leeghalen en op mijn laptop zetten. Want dan heb ik lekker veel ruimte om te filmen. Dus ik zie jullie zo. We zijn dus klaar met de shoplog opnemen. En dit is de ravage. We hebben lekker veel gefilmd. We hebben een kwartier... beeldmateriaal, dus dat denk ik dat het lekker lang op de shoplog gaat worden van de dag. En Cindy gaat zo lekker naar huis toe en ik ga lekker zo meteen de hele avond editen. Want mijn laptop doet het weer. Yes. En dan ben ik blij mee. Masterpiece niet die angel. Wat? En voor de mensen die het zich afvroegen is, kijk, dit is mijn statief en er zit een water iets in en die kussentjes zijn zo schattig. Ik ga lekker opruimen en dan spreek je die zo wel en dan zie ik jullie zo weer. Cindy is alweer weg, een tijdje. En ik ben ondertussen heb ik de vlog al zitten editen van vandaag en gisteren. Want daar was ik gisteren dus niet aan toegekomen. Ik heb al een deel van de shoplog een beetje zitten bewerken. En nu is het tijd om deze bende, wat hier allemaal ligt, op te gaan ruimen. En het is nu... Statief ligt ook nog op mijn bed. Het is nu 10:15 s'avonds. Ik ga zo meteen even wat drinken pakken en dan ga ik verder met editen. Maar eerst is het tijd voor mijn kamer. Dus laat ik dat maar eerst doen. Ik denk dat ik daar wel de hele avond mee zoet ben. En ik denk dat ik ook bij deze vlog ga afsluiten. Vond je nou een leuk vlog? Doe dan die dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En dan zie je morgen weer een gloednieuw vlog in jouw mailbox verschijnen op YouTube. En dan zie ik jullie morgen weer. Tot morgen. Doei doei.